Zoals jullie konden zien, zijn we vandaag aangekomen in Italië. En we gaan nu even lekker boodschapjes doen bij de verfhalen. Je hebt het al? Ik heb hier van alles. Maar welke? Welke kleur? Staat het allemaal in het Italiaans? Ja, Douglas. Oh, kijk, je hebt dingetjes. Oh, hier, Douglas, dat is hem weer. Zie? Ja, maar ik heb hier ook een Douglas. Ja, dat is toch een grotere pot. Oh ja. Ik weet niet, een heel warm vol koekjes. Kies maar wat uit. Ja, nog wel een warm koekjes. Iets met chocola? Wat? Iets met chocola? Ja, is goed. Die? Die we bovenin doen. Deze? Ja, is goed. Lijkt wel op een aardappel, maar het zal vast lekker zijn. Chocosontjes. Dan nog wat. Aardbei is ook lekker. Ja. Dat kan afwisselen. Hoef ook geen jam te smeren. Oh, suikercroissantjes. Dan anders nemen we het wel mee op de kruis. Ja, dan hebben we tenminste al wat. Oké. Okay. Terwijl de hubby nu het auto aan het parkeren is, ga ik even vertellen wat we net hebben gedaan. We hebben net even lekker ergens geluncht, we hebben boodschap gedaan en verfgehaald zoals jullie konden zien. Dat is dus allemaal gelukt en dan gaan we straks alvast een beginnetje maken met schuren van het huisje. En dan willen we morgenochtend gaan verven, zodat we sowieso vanmiddag nog tijd hebben om lekker niks te doen. En morgenochtend ook. Of morgenochtend, ik bedoel natuurlijk morgenmiddag. En dan zijn we hier als goed is nog een paar dagjes als het weer mooi is. Dus we gaan even kijken wat we dan allemaal daarna gaan doen. Ik heb in ieder geval heel veel zin in en het is lekker weer. En we hebben heel veel bordstelletjes mee. Ik heb zelfs een bikini meegenomen. Dus ik denk dat we dan nog even lekker gaan chillen aan het water. En misschien nog wel een leuke wandeling gaan maken.
vanochtend. Het is vandaag dinsdag en wij staan op het punt om zo te gaan verven. Ik denk dat we wel een paar uurtjes zoet mee zijn, maar daarna hebben we nog een hele middag. En daarnaast nog twee hele dagen om gewoon lekker even de omgeving te gaan verkennen. Al kennen we die al heel goed. En lekker van het zonnetje te gaan genieten. Maar voordat we dat kunnen gaan doen, moeten we dus eerst nog eventjes lekker aan de bak. Oh baby, I wanted you to be here inside my arms where the night goes down. Oh baby, I wanted you to be here. When the sun comes up and the day goes by, woensdag. En gisteren hebben we geverfd en zijn we eventjes het dorpje in geweest, zoals jullie konden zien. En volgens mij gaan we nu even lekker wandelen en even kijken of we ergens cappuccino kunnen scoren. Het is vandaag trouwens de laatste dag qua mooi weer, dus we gaan nog even lekker aan het strand zitten, denk ik. Of aan het strand, aan het meer. Lekker boekjes lezen, bordspelletjes spelen. En dan zien we wel weer wat we morgen gaan doen, onze laatste dag. Ze zeggen dat het morgen gaat regenen, maar ik weet niet in hoeverre dat waar is. Het is vandaag donderdag, onze laatste dag hier in Italië. Wij zijn net naar Lugano geweest, daar heb ik eigenlijk niks van gefilmd. En nu gaan we naar een klein dorpje hier tegen de rand van de berg volgens mij. En dat heet Grandia volgens mij. En daar gaan we nu even een kijkje nemen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Goed, zoals jullie konden zien zijn we weer lekker thuis. Dit beestje hier achter mij is super blij dat we er weer zijn. We gaan zo even de auto terugbrengen naar oma, want we waren in oma's auto naar Italië. En dan neem ik een douche en doe ik de hele dag niks meer. De hele avond bedoel ik zelfs. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit ook een leuke manier van een vlog vonden. Want ja, het is natuurlijk niets met interieur te maken, maar ja, wel onderdeel van ons leven. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken en hopelijk zie ik jullie volgende week weer. Doei!